Wat serieus, Zarbi? Ik ben Max en dit zijn hun leuke ja. Nou mensen, jullie zouden denken, waar is Arthur nu? Nou, dat is echt te gek jongens, dat is echt leuk. Dat is super leuk. Ik laat eerst even dat zien natuurlijk, want dat is helemaal chaos. Als je een horrorfilm zou willen maken, doe je dat gewoon hier. Dit is gewoon echt de plek. Ik laat het wel even zien mensen, ik loop er wel heel eventjes naartoe mensen. Moet je kijken. Nou, dat kan zo'n scary movie worden opgenomen. Dat die vrouw dan zo achter die deur vandaan komt, weet je wel. Maar dit is ook wel bizar. We hebben een hele weet ik veel, een pretty view hok ervan gemaakt. Nee, geen pretty view hok hoor. Het is gewoon nog steeds de kelder. Oké. Daar zijn we dan. En jullie zouden denken, wat zijn we allemaal aan het doen? Er staat een hele laptop en allemaal lampen. Wat is dit nou weer? Nou mensen, weet je wat wij aan het doen zijn? Even mooi licht creëren. Wow, ik ben wel heel erg overbelicht. Heel erg overbelicht. Zo. We zijn dingen aan het verkopen voor Marktplaats. En dan in echt zo'n loods iets. En dat is wel heel cool om te filmen natuurlijk. Vandaar dat ik heel even nog dit stukje mag filmen van mijn collega's. Dus dat is fijn van mijn vrienden, collega's. En ja, wat ben jij dan aan het doen allemaal? Ik ben je moeder. Je bent mijn moeder. Oh, vandaar dat ik zo lelijk ben. Ja. Nee, geintje. Thijs, wat ben jij allemaal aan het doen? Helemaal overbelicht is die. Foto's. Oké, hij maakt foto's. Jongens, wij gaan weer verder en ik zie jullie weer later. Nou mensen, we hebben echt superveel al gefotografeerd. Dat is allemaal schoongemaakt, dus lekker bezig. Maar ik ga nu even pauze, na een klein pauzentje zeg maar. En dan ga ik even... Ja, een sigaretje doen. Ja, weet je, ik kan het beter gewoon zeggen, want heel veel mensen doen van... Oh ja, dit, dat moet je niet zeggen. Weet je, ik doe wat ik doe en ik ga gewoon een sigaretje doen. En trouwens, hier kan je zo naar boven. Dit is echt vet om te zien. Dit is echt heel leuk om te zien. Het is echt relaxed. Moet je kijken. Wow. Dat ziet er best wel vet uit, zeker weten. Maar we gaan naar buiten, dus even de ISO wat naar beneden. En dan heb ik het gewoon gedaan. Moet even in de zon staan, zo. Ja, heerlijk. Chill, hè? Maar we gaan nu weer naar binnen, bedoel ik. En dan moet ik de ISO weer... Wat een gloeien. Ik doe gewoon ook de deur voor me dicht. Wat de fuck is dit nou weer? Vindt hij ook grappig hoor, dit. Vindt hij helemaal grappig, dit. Jezus, man. Nou. Deur open en weer in het enge... Donkere hok, hoe we dat noemen natuurlijk. Max, ik kom maar aan! In het donker hok. En dan gelijk is die muziek uit. Super geweldig. Ik zei er net van, ja Max, ik kom maar aan. Oh nee, hij doet het weer aan. Die spullen daar. Die zijn allemaal al gefotografeerd. En die ook. Dat allemaal. Dat daar en dat. Ja. En, ja. Trouwens, deze kasten. Die moet ik afstoffen dan of zo. En dan. Moet je kijken, jongens. Wow, dat is wel echt heel stoffig. Dat moet even gedaan worden. Deze moet verkocht worden ook. Eigenlijk moet bijna alles verkocht worden, geloof ik. En weet je wat nog het leukste is van alles? Je ziet die aquarium daar dus. En die hoort hierbij. Die moet gewoon hierop. En dan, ik weet niet wat er in die kastjes zit. Zit allemaal troep in, geloof ik. Wat? Oh, hij moet op dat ding. Laat maar, hij moest niet op deze. Sorry.
Wordt gelijk sukkel genoemd. Ah, joh, hij is een klootzak. Oké, mensen, je weet wel, in zo'n film weet je wel dat het helemaal lauw is. Nou, dit is ook een soort van film iets, weet je wel, waar je gewoon een film van kan maken, van dit. Moet je deze kabels allemaal zien? Dat is gewoon niet normaal. Moet je kijken. Allemaal kabels. What the fuck? Maar dit is wel heel cool hier, want ik kan zeg maar ook mezelf filmen zo, zeg maar. Oh, joh, dat is lauw. Dit is vet, jongens. Fwap, fwap, fwap. Maar ja, mensen, ik moet niet als een kleutertje gedragen. Natuurlijk, ik ben ook oud. Dus ja, ik ga naar buiten. Ik zie jullie zo weer. Later. Nou, daar zijn we dan weer. Gaan we weer die enge kelder in. Van Star Wars. Ik weet niet wat het is voor een kelder eigenlijk, maar maakt het allemaal niet uit. Ik wel lekker. Hou je mond, jongen. Hij doet de deur open en dan komt alles goed. Doe die tyfusdeur open. Ja, dankjewel. Oh, nu wordt het heel donker. Nou, en dan gaan we de trap af van assenpoester of zo. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan weer verder met alles. En wordt hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Daar lopen we dan. In de mooie, ja, hoe moet je dit noemen? Een sprookjesbos of zo, weet ik veel. Nou ja, weet je. We gaan weer lekker verder en ik zie jullie zo weer gangsters. Later. Wat serieus, Zarbi? Ben jij van de politie? Ja. Ik ben aan het kijken of die microfoon wel zijn best heeft gedaan. En goed zijn werk heeft gedaan, trouwens. God, gloeiende zo. Kopen? 5 euro. Het zijn papa, Mark. Wie ben jij? Vertel het eens. Nee. Ik heb een ik heb gewoon geen behoefte om in de blok van Arthur te zitten. Is dat raar? Is dat raar, Arthur? Kasten, wat? Is dat raar, Arthur? Wat is raar? Is dat raar, Arthur? Arthur, is dat raar? Arthur? Jezus, ik ben allemaal agressief, hè? Nou mensen, het is alweer bijna tijd, joh. Het is alweer bijna tijd. Waarom doet hij dat nou? Ja, ik ga weer verder. Jongens, ik ga weer verder. En jij moet even niet kloten. En ik ga weer verder. Doei doei. Doei. Daar ben ik dan weer. Van het opruimen in een fucking kelder naar fucking hier zo. Naar hier, gewoon naar Rode Reis. Hoe kan het toch? Het is toch geweldig, man. Weet je hoe ik dat doe, jongens? Ik knip dan gewoon, weet je. Ik knip gewoon bijna alles weg. Alles wat KK is, knip ik ook gewoon weg. En ja, vandaar dus. Maar we gaan nu wachten op de bus. Ik ben natuurlijk wel hard, natuurlijk. Goed langs. En ja, die zonsondergang, dat is niet normaal, man.
Ik heb geprobeerd om te wachten op die zon, maar dat duurt een beetje te lang, zeg maar. Maar echt wel geweldig hoor. Die zonsondergang is echt niet normaal. Je kent toch wel Avatar, zeg maar, dat ze zo... ik weet niet of dat Avatar is trouwens, maar dat maakt niet uit. Maar er is dan een zonsverduistering. Jawel, Avatar. Dan is er een zonsverduistering. Maar dat is het niet, maar het is wel cool om, zeg maar, dat te zien altijd. Ja, superleuk mensen. En ik ga wachten op de bus. Dat is het enige wat ik nu kan doen. En straks lekker eten en dan weer slapen. Ja, zo is het leven ook, hè, jongens. Nou, we gaan weer. Doei, doei. Nou, ik had dus een hartstikke leuk idee om even te kijken naar het bord. Hoe het allemaal gaat hier natuurlijk. Even kijken. 173. Nog 9 minuten wachten. Oké, net had ik 21, maar nu 9 minuten. Er komt een hele waag mensen allemaal. Ik ben ze helemaal eng natuurlijk, maar ja. Blijf gewoon doorgaan toch. Maar even daar kijken, want die zonsverduistering is nog niet afgelopen natuurlijk. Het is niet echt een zonsverduistering, maar het ziet er wel hard uit natuurlijk. Even kijken. Is die er nog? Hij is er echt een klein beetje nog, maar het ziet er echt vet uit. Maar mensen, ik ga weer. Yo, daar ben ik weer. Het is zeg maar ochtend. En ja, je raadt al wat er aan de hand is. Ik ben te laat. Die trammen, ik ga naar de tram toe en ik moet 23 minuten wachten. Like, what the fuck. Dus nu moet ik dat hele stuk end lopen. En de tijd, weet je, het is allemaal hectisch. En ik zie daar gewoon een fucking mooi bos en shit. En ik denk zo bij mezelf, waarom ga ik daar niet even heen? Waarom doe ik dat gewoon niet? Ik weet niet, ik ga het wel doen voor de vlog. Dus let's go mensen. Mensen, met Arthur door het bos heen. Ja toch, dat doen we even, weet je. Want we zijn toch alweer te laat. Ik moest mijn tas, zeg maar. Ik had een zwarte tas en daar had ik een fucking gat in. En ja, ik heb zeg maar een nieuwe gepakt. Nou, geen nieuwe. Het was gewoon een tas die ik ergens had. Dus ik dacht, weet je, dan pak ik die gewoon. En dan zie ik het wel, toch. Maar ja, ik heb dus een hele mooie rode witte tas, zeg maar. Heel mooi. Moet je die bloemen zien, jongen? Dat is niet normaal, man. Ik lijk net mijn moeder wel. Die zegt ook altijd, oh, zie je die bomen, die bloemen. Ja, maar ja, weet je, ik film een beetje om me heen. Wacht even, ik ga het nu laten zien. Trouwens, ik moet nog even een vraag beantwoorden. Dat doen we lekker hier in het bos natuurlijk. Waar Dutchtuber zeg maar zijn serie heeft. Nee, grapje. Nee man, zo cool klinkt het allemaal niet, jongens. Het is gewoon een bos in Rotterdam. En je ziet gewoon de Euromast. En dat is het, weet je. Het is niet heel erg bijzonder. Maar weet je, ik maak het gewoon bijzonder. Ik maak het bijzonder. Oh, mijn box valt een beetje uit. Goedemorgen mensen, geen box meer. Want dan is die leeg. Maar we gaan even verder. Want Joshua zei altijd, waarom altijd die prullenbakjes shot? Ja, dat weet ik niet mensen. Ik film wat ik mooi vind. En ja, dan kunnen de prullenbakken tussen zitten, weet je. En dan kan ik niks aan doen. Want soms dan staan die er gewoon. En denk van ja, prullenbak, ga lekker weg. Maar dat kan niet jongens. Niet elk shot. Dus bij elk shot zit bijna een prullenbak. Bij elke vlog, zegt Joshua. En ik geloof dat hij ook nog gelijk heeft ook. En dat, ja, weet je. Ik weet het allemaal niet meer, mensen. Maar dit is het bos. En we zijn er. Het is eigenlijk een parkje, moet je het noemen, denk ik. Een parkje. Maar ja, we zijn hier op een parkje. We zitten niet, trouwens. Want we moeten naar stage toe. Dus ik ga even verder. Nou jongens, daar lopen we dan nog steeds in het park trouwens. En je ziet al die YouTubers zie je altijd laten zien wat voor kleding ze aan. Nou, hier heb ik een jas aan, een zwerverjas. Ik geloof dat iedereen denkt dat ik ook een zwerver ben gewoon. Maar maakt helemaal niet uit mensen.
En ja, gewoon een t-shirt en een broek, dat is het. Ja, weet je, ik zie al die YouTubers, zie je altijd over hun kleding beginnen en wat ze aan hebben. En ik dacht, weet je, dan moet ik dat ook gewoon doen, weet je. Dat moet dan gebeuren. Alleen, ik vind het zo kut, in elk shot die ik doe, is er wel een geluidje. Bijvoorbeeld deze zaaggeluid, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ja, weet je, het is altijd wel weer iets, weet je, bij het filmen. Helemaal kut, maar ja. Even kijken, dat is wel, ik zeg eerlijk, daar wil ik wel wonen hoor, mensen. What the fuck? Daar wil ik echt wel wonen. What? Fucking geweldig, man, mensen. En kijk, dat is, ik weet niet wat het is. Het zijn restaurantjes, geloof ik, of zo. Alleen mijn arm die begint lam te worden. Maar we gaan wel lekker verder, natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Nou, ik ga even, ik ga verder. En als ik wat moois zie, film ik dat gewoon, jongens. Komt helemaal goed. Ik zie jullie weer. Later. Oké, mensen, waar ik nu ben, dat is echt geweldig. Ik geloof dat daar allemaal klassen ook hier allemaal, weet ik veel wat, ze gaan allemaal lopen hier zo, dat begrijp ik niet. Maar ja, weet je, maakt niet uit. Niet om stressen, weet je. Moet je dit zien, mensen? Het is gewoon een hele fontein, jongens. En dan gaan we even naar die ballen toe. Ik weet ook niet waarom er ballen zijn. Maar er zijn altijd honden, dus dan begrijp ik het ook wel een beetje voor de honden natuurlijk, al die ballen. En ja, verder, ik vind het gewoon mooi dat het soort van marmer is. Het. Ja, ik weet niet, ik vond het mooi om te filmen, weet je. Ik moet toch wat in mijn leven, dus dan moet ik ook gewoon dit kunnen filmen. Nee, maar mensen, jullie denken allemaal dat ik een beetje gek ben. En ja, misschien denken jullie dat, maar dat in het echt ben ik zo saai en kut. Dat wil je echt niet weten. Dan ben ik gewoon echt stil. Dus ik alleen maar te staren en helemaal niks te doen. Dus vandaar dat ik YouTube doe. Dan kan ik ook een beetje actief zijn, weet je. Een beetje actief lekker zijn. Maar wij gaan weer verder. Dus ik zie jullie, zie ik weer zo. Ik begrijp niet waarom dat ik wij zijn. Maar ik ben in mijn eentje, dus dat begrijp ik. Nou, doei. Oké, mensen, het is helemaal overbelicht. Wacht even, dan ga ik even fixen. Dit ziet er niet uit. Oh. Ik weet eigenlijk nog steeds wat ik aan het doen ben, jongens. Dat is echt niet leuk, joh. Heel de tijd helemaal gek doen, heel de tijd. Jezus, man. In een bos, te laat komen. En, het is nog leuker, jongens. Het wordt nog leuker. Er is weer teringgeluid. Jezus, man. Geweldig dit. Wist je dat? Dat gebouw, daar kan je zeg maar onder water, kan je naar de overkant. Dat is zo fucking vet. Maar ik moet echt even naar stage gaan, want het is wel de bedoeling. Maar daar kan je gewoon met je fiets, gewoon onder het water en dan kan je zo naar de overkant. Super vet. Maar ik ga even, want die dingen doen kut. Nou, doei. Oké, mensen, ik zie nou een soort van gebouw. Dat is gewoon een heel Chinees gebouw hier in Nederland, in Rotterdam. Super vet, jongens. Moet je kijken, joh. Dat is gewoon, ik denk dat het gewoon een restaurant is of zo. Ik weet niet of het een restaurant is, maar ja, het ziet er wel vet uit, zeker. Ik had nog niet eens in de gaten dat ik op het fietspad loop. Trouwens, ik loop op het fietspad, ook weer een beetje apart dit. En ik had echt niet gedacht dat zo'n ding stond. Maar ik ga, want de wind doet kut. Doei. Oké, mensen. Ik sta nu bij de enige echte Euromast. Als ik het goed zeg, jongens, als ik het goed zeg, heet die Euromast. Maar het stond er niet bij, dus ik weet het niet. Het is echt heel erg. Ik ben een Rotterdammer en ik weet nog niet eens of dat de Euromast heet. Dus jullie mogen allemaal in de reacties schrijven
Arthur is een dombo. Hopen dat we lekker veel reacties krijgen. Ik wil gewoon reacties, weet je. Dat is helemaal fijn. Dus ik hoop dat jullie een beetje reacties gaan plaatsen. Dus het wordt hartstikke leuk, mensen. En ja, de Ulmast, alsjeblieft. Hebben jullie ook weer gezien, hè? Jullie leren veel van mij, jongen. Dat is niet normaal. Maar we gaan weer verder. En, want ik ben nog steeds niet op stage. Dus we gaan nu even vaart maken, zeg maar. Oké. Ja hoor, en daar ben ik dan weer. Want ik had de vorige keer gezegd dat ik bij die, dat de politieboot was. Die is daar. En hoe heet dat? Weet je wat het grappig is? Als ik steeds met de tram er langs rijd, dan denk ik aan die video. Bijvoorbeeld ook, ik heb hier iets gefilmd. En dan denk je aan die video terug. En dat is super vet om te zien. Wat je dan allemaal al gefilmd hebt en waar je nog moet filmen. Want ik film soms niet bij de elke plekken, zeg maar. Niet twee keer dubbel. Maar kijk, hier heb ik al gefilmd. Maar nu loop ik een soort van zo, weet je. Dus het moet allemaal een beetje gestructureerd. Oh, het stoplicht. Oh, nou mag ik opeens door. Jezus, man. Geweldig dit. Nou, we gaan weer verder. En ik zie jullie zo weer, mensen. Ik ga weer even een beetje muziek luisteren. Een ordinair, lekker hard. Nou, doei doei. Oké, mensen, dit mag eigenlijk niet. Ik ben daar overheen geklommen en verboden toegang. Ik weet niet of er iemand is, maar ik wil heel even kijken wat hier is. Oh, zo is er zo'n man, je weet me nooit. Kijk. Wee, yo, kijk hoe vet dit is. Hier is bijna niemand geweest. What the fuck? Oh nee, je kan daar gewoon ook doorheen. Jezus, man. Zit ik voor niks helemaal mijn best te doen over dat ding te klimmen? En wat zie ik daar? Dat kan toch niet, kan toch niet. Maar mensen, moet je kijken. Super vet. Dit is gewoon een soort van gracht, weet je wel. Dat ze het water, hoe heet dat? Dat ze het water een soort van, ja, binnenhouden in Nederland, zeg maar. Ik moet echt even niet in de wind gaan staan. Nou, ik ga weer weg, later. Oké, nou, daar zijn we dan weer. Dat was die plek dat ik herkend werd. Je moet even wel die video's terug bekijken, want ik zit allemaal dingen te vertellen. Dat je eigenlijk wel eigenlijk die video's allemaal moet zien eigenlijk. Want ja, anders denk je echt, wat lult hij nou weer uit zijn nek trouwens. Dus je moet het echt wel volgen, hè. Deze stapjes moet je volgen en dan kan je ook een beetje zien waar ik het over heb. Want als ik nu zou praten en je zou net nieuw zijn, dan zou je echt denken van wat zit je allemaal te lullen. Dus maar daar is het, zeg maar, dan gebeurd, zeg maar. Ja, dat is wel goed. Ik vond het wel hard. Ik vond het wel hard, tuurlijk. Maar ik ga naar Acte Studios. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, ik wil wel nog even wat filmen trouwens. Dat is misschien wel leuk. Maar die boot, jongen, het is zo geweldig. Ik weet niet wat er met boten zijn in het water, maar ik vind dat zo mooi om te zien. Super mooi, mensen. Maar ja, ik ga even een beetje lopen natuurlijk. Hey, later, hè. Oké, mensen, ik ga het gewoon doen. Ik zat te twijfelen van, zou ik dit nou wel doen? Maar weet je, ik moet goede beelden pakken, weet je. Ik moet goede beelden pakken. Ik weet nog niet eens of ik hier doorheen mag. Straks komt de oorlog, mensen of zo komen er naartoe. Maar trouwens, ik zit wel over dat ding te lopen. Maar jullie weten niet waar ik overheen ga lopen. Kijk, het is zeg maar een soort van raar geel, weet ik veel wat ding. En ik denk bij mezelf, weet je, waarom doe ik het niet? Waarom doe ik het niet gewoon, mensen? Even kijken. Daar gaan we. What the fuck? En dan kan ik een beetje het uitzicht filmen, snap je? Het is niet dat ik dit leuk... Oké, ik vind het stiekem ook wel een beetje leuk dit, maar... What the fuck? Fucking low. Gewoon een fucking boei. Oké, nou beweegt het wel een beetje, man. Oh, dit is wel echt heftig. Dit is echt wel heel heftig. Ik ga weer terug, jongens. Het is te heftig gewoon. Ik kan het gewoon niet meer aan. We gaan naar stage toe. Ik ben nog steeds bezig om naar stage toe te komen. Maar alles om me heen, ik vind het helemaal leuk. Maar ja, we gaan weer verder.